Het weer is troosteloos. Dus er is maar één plek waar je naartoe kan gaan. Warfum. Warfum. En we staan hier bij de prijzenkast van Warfum. Winnaar van de cup met de kleine oren onder andere. Ja. Het is echt het meest droevige bekertje dat ik ooit heb gezien. Maar, er staat niet een plaatje op. Ja, dat gewoon past er natuurlijk ook niet eens op. Zitten. Ja, bij voetbalvereniging Warfum. Dat is wel echt heel mooi. Ja. Voor we gaan testen, heb ik goed nieuws. Oeh. En slecht nieuws, heb ik het idee. Slecht nieuws. Ja? Zullen we het goede nieuws voor de test doen? Het slechte nieuws daarna? Een cliffhanger, hartstikke leuk. Ja. Het goede nieuws is dat wij vorige week in Valte waren. Nou, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Goed nieuws, ja. Maar dat wij het verkeerde clublied hadden. Oh. Nou, dat heeft nog Valte Boys bijna in crisis. Kijk, oh, wat dan? Wat een leuk filmpje. En een verschrikkelijk clublied. Haha. Oh. Ja, maar toen wilden ze toch nog even met die zanger van dat verschrikkelijke lied. Ja. Die wilden ze toch niet te kort doen. Oh, ja, ja, ja. Origineel is een 10 plus. Dat is het ook, ja? Nou, ik ben benieuwd. Oh ja, het begint al heel goed. Ja, dit is echt zo'n voetbalmars. Ja. 1948 was het grote jaar. Een voetbalclub in Valte, de werd toen einde waard. Ja, ons dorp is toch maar klein. Heel feitelijk clublied. Ja. Prachtig lied. Heel mooi. Genoeg gehoord. Excuses voor Valte Boys. Ja. Hoppa. Nou, prachtig. Laten we die duckout gaan testen. Uitzicht. Nou, het eerste wat je natuurlijk gewoon ziet is een verschrikkelijke zendmast. Ja, maar ja, mensen moeten ook... Mensen moeten ook bereikbaar zijn in Warfum natuurlijk. Dus ja. De gymzaal is heel mooi. Ja, maar wat wij nu niet zien, maar hier dus wel is. Ja, nee, klopt. Je hoort er ook zeker bij. De kantine. En de kantine is echt een 10 al, de kantine. Op die tafel heb jij al goed door het raam gekeken. Nou, moet je straks nog even doen. Het is echt heel mooi. Het is echt, er hangen mooie vaantjes, er staan mooie leuke plantjes. Een 8,5. Ja, dat vind ik, de zendmast gaat er zeker een half punt vanaf. Ja, maar dus die had er bij mij al een half af. Nee, bij mij niet. 8. Nou, 8 is ook mooi. Comfort. We zitten niet droog. Nee. Want hoe komt dat? Omdat het niet goed... Hij had aan de andere kant gaan moeten. Ja, hè? We hadden de andere kant moeten kijken. Of daar had hij moeten staan. Ja, voor het voetbal hoef je het hier ook niet. Je had hem net zo goed om kunnen draaien. Ja, precies. Maar verder. Voor de rest comfortabel. Dus ik wil een 7 geven dan. Jawel. Ja, eens. Ja. Oké. Okay. Gaan we nu naar architectuur? Nou, we beginnen natuurlijk met het allerfijnste. Geen plastic! Hoppa. Ik kan het wel schreeuwen. Dat ik doe je deed, ook. Eigenlijk. Nee, steen. Prachtig. Ja, het is ook echt zo mooi. Ja, precies. Dat hebben ze heel leuk gedaan, zodat je nog wel gewoon kan zien. Dus je hoeft alleen maar dit te doen en je ziet een hoekschop. Ja. Architectuur krijgt van mij een 8,5. Oh, omdat het geen plastic is. Omdat het geen plastic is, ja. En het is wel echt... Het is heel mooi. Het is gewoon echt heel mooi. 8,5. Klassiek. Ja. Nou, dan moet ik slaan. Ja, dat is steen. Hier, voor het eerst zit ik ook vrij ontspannen bij. Ja, maar tenzij nu een keer in beton... Mijn hand kan heel erg pijn doen. Ja, goed. Ook dat is... Ah, ja, dit is... Ja, maar ja, dit is niet doorheen te... Dat is stevig. Het is echt steen. Ja. Nou, zeg het maar. Ja, dan moet ik gewoon een 8 geven, sowieso. Oké, okay, dan zitten we op een 7,8. 7,8 of 7,9. Dat zou misschien wel, de nieuwe koploper. Geen idee. Dat gaan we zien. Het goede nieuws was dus het clublied van Het slechte nieuws hadden we nog. Het slechte nieuws is dat wij niet mogen loten. Voor de KNVB-beker. Ja, nee, want het begon allemaal heel hoog. Nou, die dramatische loting van vorige week hebben ze bedacht, dit gaan we niet voor het echtje doen. Dat begon met een mailtje van Johan Melles. Goedemiddag. Verzoek om mij even te bellen over jullie verzoek om de bekerloting te mogen Veel kunnen verzoeken. Verrichten. Toen dacht ik, nou, dit zit wel snor. Natuurlijk, als je gaat zeggen, bel me even, dan ga je niet zeggen, je mag het niet doen. Nou, dus mooi wel. Echt? Maar hij had er wel een reden voor. En dat is? Dat is dat vrijwilligers van de KNVB dat mogen doen. En ja, die doen natuurlijk allerlei dingen... Vrijwillig. Kunnen wij niet vrijwillig voor de KNVB iets gaan doen dan? Dat is misschien iets om wij promoten vrijwillig het amateurvoetbal. Ja, vrijwillig niet helemaal. Behalve natuurlijk dat we gewoon elke maand een factuur versturen. Dat krijgen we hiervoor. Dus ja, nee, we moeten echt iets vrijwillig gaan doen. Komen we op terug. Misschien gaan we wel iets vrijwillig doen. Ja. Wie is vandaag 12,5 jaar getrouwd? Dit berichtje zag Hans Nijland stuurt vanavond een lezing geven bij VV Zeester in Zeerijp. Zoutkamp. Zoutkamp. En daaronder stuurt mevrouw Marieke Nijland.
Jij krijgt van mij een tatoeage op je arm met onze trouwdatum. Vandaag 12,5 jaar getrouwd. Desalniettemin, succes in Zoutkamp vanavond. Ja. Daar is weer op gereageerd door Nivino Geertsma. Ja. Om de cirkel rond te maken. Die komt volgens mij uit Parfum. Nou, wat prachtig. Ja, mooi. Echt een, zie je? Jouw je cirkel deed? Is rond. Mijn cirkel is rond. Nu, mij zit erop. Trouwring is rond. Je maakt het nog... Oh, nee. Nee? Nee. Nee, niet doen. Grensrechter zoekt... ja, dat is ja sneu. Hier sta je te vlaggen. In Groningen. Ik zat te denken, zullen we hem even bellen? Neemt natuurlijk niet op. Het staat druk met een vlag. Goedemiddag, met André van den Ende en... Thijs de Jong van de Jong. Dagblad van het Noorden. Sport Noord. Thijs de Jong. Ja, ja. Mooi. Jij hebt het er helemaal uitgekraakt bij Gelderland-toernooi. Weet je dat nog? Bij wat? Dat is jouw mening als journalist, hè? Bij het Gelderland-toernooi, bij VVG. Oei. En dat is een goed recht, hoor. Toen zei jij, Piet Embos was de beste man achter hem. Helaas, hij was zonde. Maar heb ik dat opgeschreven? Bij een toernooi? Ja, dat heb jij gedaan. Ja, Thijs, hoe lang geleden dan? Ja, 3 of 4 jaar terug. Oké, maar ik... Ja, ik ben zelf door de tijd de jongen die altijd weer in een dugout, hè? We zitten nu in een dugout, ja. Ja, nou, dan heb jij het een keer, maar dat vind ik erg, hoor. Nee, oké. Nee. Als je nou naar YouTube gaat, zoiets, ja? Mm-hmm. Ja. En je toespinnen moet gaan dichterin. Ja? Dan kom je dat verhaal zelf in. Ja, maar ondertussen, dat gaan we dan straks even doen. Ja, maar u bent op zoek naar een club nu. Ja, maar nou, jullie spelen in mensen 4, hè? U wel, hè? Ja, ja, ik niet. Ja, Thijs wel. Thijs wel, klopt. Ik ga niet voor een 4-11, jongen. Oké, nee. Nee, dat snap ik, maar we vroegen ons af waarom u een club zoekt. Bij VVG is er geen plek meer. Nou, ik kom bij PDKNS. Ja? Ja. En als je eerste klas speelt, dan heb je bijna kans meer vlak, maar dan staan er echte grensrechters. Ja, precies. Ja. Dus een club waar je altijd kan vlaggen. Ja, precies. Ja, wel een club met ambitie. Hè. Ik ga niet iedere keer vlak die aan de grond krijgt met 6-8-0-0. Nee, oké. Okay, nee. Nou, dus als een club zijnde, die kunnen reageren dan bij ons. En dan brengen wij die wel in contact met jou weer. Goed zo. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Hoi. Beste man achterin bij Groningen Boys was Piet Imbos, die 2 zekere helpman-treffers wist te voorkomen. Ja. Helaas is Piet Imbos grensrechter. Oei, je hebt die man, ja. Wanneer heb ik een toernooi in vredesnaam gedaan dan? Ja, het is echt gebeurd, Thijs. Dus even, ik vind, je bied je excuses ook maar even aan ik zit er na te denken wanneer ik het... Piet. Nou, dit gaan we nog uitzoeken. Piet pakt dus punten voor je, dus die wil je er wel bij hebben eigenlijk. Daar komt het om neer. Dus. Nou, dit was hem. Huur Piet in als grensrechter. Kun je ook naar ons sturen, redactie@sportnoord.nl. Ook als je de dugout wil laten testen. Maar liever voor Piet. Dus, tot volgende week. Doei.